Yo gasten van het Gameportaal. Iedereen heeft een programma die hij graag kijkt. Sommigen kijken bijvoorbeeld Walking Dead, sommigen kijken bijvoorbeeld Breaking Bad. Maar ik heb natuurlijk ook een programma die ik het liefst zo vaak mogelijk kijk. Want ik ben namelijk een beetje fan van South Park. Oké. Een beetje heel erg fan van South Park. Toch, Cartman? Yeah! South Park is echt geniaal. Het blijft nog steeds mijn favoriete programma. Ik kijk het al sinds ik 7 ben. Dus vandaag bespreek ik met jullie de top 5 South Park afleveringen. Deze top 5 is natuurlijk gebaseerd op mijn mening. Maar ik wil natuurlijk ook wel jouw top 5 weten. Laat alvast jouw top 5 South Park afleveringen achter in de reacties beneden. Maar laat ook in de reacties achter welke top 5 ik de volgende keer moet doen. Maar nu is nummer 5. Op nummer 5 staat de aflevering Cock Magic. What the fuck? Is dat niet de aflevering die net is uitgekomen? Klopt, dat is een aflevering uit seizoen 18. En seizoen 18 is een paar weken geleden officieel van gang gegaan. Ik moet eerlijk toegeven dat seizoen 18 de beste seizoen is tot nu toe. Veel humor, ze pakken dingen terug van de vorige afleveringen. Het is dus eigenlijk één heel lang verhaal, wat echt super, super sterk is. Maar Cock Magic, die is gewoon echt geniaal. Jullie kennen vast wel Randy. Randy Marsh, de vader van Stan Marsh. Dat is ook wel de held van South Park. Die was vroeger een kokgoochelaar. En hij deed vroeger aan Cock Magic. Voordat jullie me raar aankijken, die aflevering gaat over vechtende kippen. Met een kaartspel. En Randy Mars denkt helemaal zo van, Cock Magic, dat heb ik vroeger gedaan met mijn eigen leuter. Wil jij de volledige video zien? Kijk dan in de beschrijving beneden. Super grappig en je lacht je echt helemaal kapot. En nu nummer 4. Op nummer 4 staat de aflevering The F-Word. Dat is een aflevering uit seizoen 13. En dat gaat over motorrijders. Niet normale motorrijders, maar mensen die rijden op een Harley Davidson. Als jullie denken aan de F-Word, denken jullie aan fuck. Maar nee, de F-Word is deze keer fag. Ook al flikker. En ze noemen in deze aflevering de Harley Davidson rijders fags. Omdat ze heel veel overlast bezorgen. Iedereen vindt ze fucking irritant. En dat hebben ze zelf niet door. Totdat iedereen hun fags noemt. Wat de schuld is door Kel, Stan, Cartman en Kenny. Wil jij echt 21 minuten lang lachen, dan zou ik echt die aflevering bekijken. Het is echt super grappig, het is mijn humor. Jullie kennen mijn humor. Mijn humor is een beetje randomheid. Dingen die nergens op slaan. Dus zeker, kijk maar. Nummer 3. It's Canada on strike. Zo heet de aflevering ook, Canada on strike. Canada wil graag meer geld, maar die krijgen ze niet. Dus alle Canadezen, waaronder Ike, de babybroertje van Cal, die gaan allemaal in staking. In deze aflevering pakken ze voor het eerst de term YouTubers aan. Ook wel gewoon, ze pakken viral video's die heel erg bekend zijn geworden op YouTube. Waaronder Chocolate Rain. Chocolate Rain. Leave Britney alone, vrouw. Ik bedoel man. Leave Britney Spears alone right now. Het was een man. Sneezing Panda. Laughing E. Tante Cut Baby. En nog veel meer YouTubers. De vier jongens gingen een videoclip maken. Met Butters. Met het liedje What What in the Butt. Echt super slecht. Maar dat hebben ze gedaan zodat ze geld aan Canada kunnen geven. Deze aflevering raad ik jullie echt serieus allemaal aan om te kijken. Super grappig. Nummertje 2. En in deze aflevering gaat het over The Hobbit. Zoals jullie weten ben ik een grote The Hobbit fan. En South Park fan. Dus dat betekent dat de aflevering sowieso goed is. Ik heb deze aflevering heel vaak opnieuw bekeken. Jullie kennen vast wel Kanye West. Dat is ook wel de genius in de muziekwereld. Genius. Genius. Die wordt helemaal gebest omdat Wendy haar een hobbit vindt. Butters was verliefd op Kim Kardashian. Ging huilen. Ging naar de principal. En dan weet je het allemaal. Kanye West gaat naar hun school toe. En gaat uitleggen waarom Kim geen hobbit is. En dat gaat de hele aflevering haast door. Het is echt een geniale aflevering. Ik kan zelf een voor mij een quote nadoen. If mijn fiancé is a hobbit, so why don't she live under the ground? Boy! The Hobbit, seizoen 17, dus die is van vorig jaar. Checken, want Kanye West wordt vies hard weer gebashed. Altijd leuk. Nummer 1. Maar op deze plek staan 3 afleveringen. Wow, niet zo meteen zo aankijken. Het is namelijk een trilogy. Een trilogy is ook wel 3 afleveringen. Zoals The Hobbit, The Lord of the Rings. Maar deze aflevering heet Imagination Land. Het gaat namelijk over dat de jongens en nog een paar mensen belanden in Imagination Land. Dat is ook wel een wereld met alle fantasie mensen. Zoals Mario, Smurfen, Wario, Star Wars, Harry Potter en nog veel meer. Later kwamen terroristen en die blijkbaar ook daar waren gekomen. En die hebben alles, maar ook echt alles kapot gemaakt daar. En ze hebben een muur kapot gemaakt. Een muur met alle evil wezens die zijn gecreëerd door de hersenen van de mensheid. Maar ook de Christmas Animals van Eric Cartman. Dat is weer een aflevering van een paar seizoenen geleden. En die Christmas diertjes zijn niet goed. Die zijn niet 100 punten. Waarom is deze aflevering leuk? 1. Ze doen Lord of the Rings na. 2. Het is tof om te zien dat je allemaal karakters ziet
die jij kent van games, films, animaties en al die dingen. 3, het is ook nog super leuk om naar te kijken, want ik heb hem zelf nog op DVD. Ik pak hem er even bij. Yeah, Imagination Land heb ik zelf op DVD gekocht. Super tof om naar te kijken. En jongens, dit was mijn top 5 van South Park. Hopelijk vond je het leuk. Doe een duimpje omhoog, halen we de 1000 likes, laat het proberen. En laat achter waar de volgende top 5 over moet gaan. Zeg bedankt voor het kijken. Volg me op Twitter, JustRone met 2 D's. Zeg ik tot de volgende keer. Doei!